Hey, super leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Deze woensdag doen we weer een super leuke misdaad en tel. Ik heb er alweer super veel zin in, maar voor we beginnen nog even één ding. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal en een duimpje achter te laten als je deze video leuk vond. Op deze manier supporte je me ontzettend. Deze misdaad en tel gaat over de Londense hamermoordenaar. En is een vrij recente zaak die nog niet zoveel jaren geleden uiteindelijk toch een soort van opgelost is. Dus ik hoop dat jullie dit ook weer een interessant verhaal gaan vinden. Marcia Louise McDonald was een 19-jarige meid met een vader, een moeder, twee zussen en een kleinere broer. Ze had een passie voor muziek en kunst en was een ontzettend goede student die met zekerheid een hele goede universiteit zou terecht kunnen komen. Althans, dat was ze tot haar leven ruw van de weg werd genomen. Op 3 februari in 2003 ging Marcia samen met twee vriendinnen naar de film Catch Me If You Can. Na de film gingen ze naar de bushalte waar ze alle drie een eigen bus terug naar huis namen. Marcia nam bus 111 die van Kingston naar Hampton ging in Zuidwest-Londen. Iets voor middernacht liep ze zo van de bushalte in Hampton terug naar huis waar ze enkele passen vooraan haar huis ineens werd aangevallen. Kort na 12 hoorde een buurvrouw vreemde geluiden buiten en ging daardoor dus ook buiten kijken waarvan de geluiden vandaan kwamen. Ze vond Marcia languit op het trottoir in een plas bloed. Ze kon elk moment buiten bewustzijn vallen door een ernstige wonde op haar hoofd. Marcia werd al snel naar het ziekenhuis gebracht, maar de kans dat ze het zou overleven of echt zou herstellen van deze verwondingen was zeer klein, waardoor de familie de hele moeilijke beslissing heeft gemaakt om de machines die haar in leven hielden uit te doen. Hierdoor werd Marcia op 5 februari 2003 doodverklaard. Na het overlijden van Marcia hebben ze een autopsie kunnen doen op het lichaam van haar, waaruit naar voren kwam dat Marcia overleden is door een hoofdwonde die veroorzaakt is door een stom voorwerp, mogelijk een hamer. Verder kwam eruit naar voren dat Marcia niet was verkracht en ze hadden al gemerkt dat ze ook niet was beroofd. Een maand voor het ongeval van Marcia is er op 8 januari 2003 nog een ander ongeluk gebeurd. Hier liep een 17-jarige naar huis, waarna de vader een tijd later zijn dochter vond en naar het ziekenhuis bracht. Hij verklaarde dat ze waarschijnlijk op het ijs was uitgegleden en daarom buiten bewustzijn was geraakt. Later bleek dat ze niet was gevallen, maar neergeslagen met een stom voorwerp, mogelijk ook weer een hamer. Ze had meerdere slagen op haar hoofd en op haar gezicht. Diepe sneden in het hoofdhuid, een gebroken wang, een gebroken oogkas en een hersenschudding. Haar hoofdtrauma was zo heftig dat ze niks meer van de gebeurtenissen herinnert. Was het mogelijk dezelfde persoon als Marcia later? Enkele weken later, mogelijk februari, maart, misschien zelfs april, vond op 1,5 kilometer van de plaats waar Marcia gevonden werd, nog een aanval plaats. Dit keer op een 18-jarige jongen. De man beweerde dat de belager een capuchon droeg en hem probeerde aan te vallen met een zwaar stuk gereedschap. Mogelijk een moersleutel of een hamer. De 18-jarige man kwam ongedeerd vanaf, maar wist alsnog niet veel meer te zeggen over de dader. Een week na deze mogelijke aanval op de man kwam er een getuige met mogelijk bewijsmateriaal naar voren. De getuige hielp een tekening te laten maken van de verdachte. De persoon meldde dat ze een man boven een liggende vrouw had gezien op 8 januari. Dus mogelijk het meisje die op 8 januari was aangevallen en op het ijs lag. Als kenmerken gaf ze aan dat de man midden eind 40 jaar leek te zijn. Kort donker haar had, een grote neus, donkere ogen, borstelige wenkbrauwen en rond de 1,75 meter zwaar gebouwd. De compositietekeningen werden gepubliceerd in de hoop dat iemand hem zou kennen of meer zou weten over de verdachte. De politie kreeg al snel honderden tips, waaronder enkele nuttige, maar hieruit kon geen dader vastgesteld worden. Toen nam het onderzoek een ontzettend onverwachte wending. De 18-jarige man die beweerde aangevallen te zijn, bleek niet aangevallen te zijn. Na meerdere keren hem verhoord te hebben, bleef de man zijn verhaal veranderen, waardoor het waarschijnlijk een vals verhaal was. Hierdoor werd hij aangehouden voor het verspillen van politietijd en het mogelijk opmaken van een niet bestaand verhaal. Samen met hem werden nog diverse andere mannen in hechtenis genomen, waaronder ook een 16-jarige jongen. Deze werden allemaal ondervraagd en nadien werd iedereen ook weer vrijgelaten, behalve de 16-jarige jongen,
omdat er niet genoeg bewijs was dat zij iets te maken hadden met de moorden. De tiener was niet aangeklaagd, maar moest blijven op basis van zijn geestelijke gezondheidstoestand. Helaas werd ook uit deze onderzoeken niks gevonden. Op 5 november 2003 gebeurde er weer iets. Dan Bunton, een 37-jarige assistant accountant, liep van de bushalte naar het metrostation. In deze korte wandeling werd ze aangevallen van achteren, waarna de deskundigen vermoedden dat ze werd aangevallen met een voorhamer. De vrouw liep met deze aanvallen een schedelbreuk op, gebroken kaak en oogkas, steekwonden op het achterhoofd en kneuzingen in de maag, die mogelijk aangebracht zijn door het schoppen. 18 april 2004. Na een avondje stappen liep Edel Harbison, 34 jaar oud, naar huis. Ze werd van achteren neergeslagen met mogelijk een hamer. Ze liep ernstige verwondingen op, maar kon gelukkig het traumatische ongeval overleven. Ook hier was er geen sprake van verkrachting of van beroving. En ook deze vrouw kon zich amper iets herinneren van wat er was gebeurd. De politie vermoedde dat de dader mogelijk een afkeer had tegen vrouwen met licht gekleurd haar. Zo waren al zijn slachtoffers blond en lichtbruin. Deze theorie werd niet afgestreept toen er op 20 augustus 2004 weer een ongeval plaatsvond. Het Franse meisje Française Amélie de la Grange, 22 jaar, ging na een avondje uit op de bus. Mogelijk was ze vergeten van de bus af te stappen, want ze stapte veel te laat uit en moest daarom dus een heel stuk terugwandelen. Ze vroeg de buschauffeur nog voor de route richting waar ze moest en vertrok toen op haar tocht. Tijdens haar tocht werd ze aangevallen en vermoord. 30 minuten later werd ze gevonden door iemand die voorbij liep. Amélie was een ontzettend gelukkig meisje, aangezien ze vanuit Frankrijk de kans kreeg om in Engeland te wonen en te werken. Dit wou ze altijd al doen en was ondertussen al enkele maanden in Engeland. Amélie leek op de andere slachtoffers en was net zoals hen aangevallen 's nachts met een stomp voorwerp. Was dit dus mogelijk weer dezelfde man? Alle moorden gebeurden binnen een straal van 8 kilometer en de verwondingen waren allemaal hetzelfde. De moordenaar gebruikte hetzelfde of een gelijkaardig voorwerp bij alle meiden. Er was echter één verschil tussen Amelia en de andere slachtoffers. Amelia was wel beroofd. Ze miste haar gsm, portemonnee, huissleutels en een Walkman. Enkele dagen na de moord werden enkele van haar spullen weer teruggevonden, waaronder de huissleutels, de portemonnee en de Walkman. Deze werden teruggevonden op een brug 8 kilometer van de plek waar ze werd vermoord. Ze werden gevonden doordat de politie het signaal op haar gsm volgde, maar toch is haar gsm nooit meer gevonden. De politie deelde allemaal foto's van Amelia toen ze in de bus zat, 20 minuutjes ongeveer voordat ze aangevallen werd. In de hoop dat iemand zich iets zou herinneren van die avond, haar had gezien of misschien iets had gezien daarna. Zoals gehoopt meldde iemand al snel bij de politie dat kort voor de aanval op Amelia een jong meisje van 16 jaar in dezelfde straat liep en achtervolgd werd. De tipsgever omschreef een 30-jarige persoon, een kleine man en een haarscheiding die opzij zit. Het 16-jarige meisje probeerde wat vrienden in te halen, waardoor ze dus niet alleen was. En mogelijk is dat de reden dat zij nog leeft. Omdat ze niet alleen was, is mogelijk de dader afgeschrikt. Op 23 augustus 2004, 3 dagen na Amelie, werd een 28-jarig slachtoffer vanachter aangevallen met een stomp voorwerp op het hoofd, alweer. De vrouw herinnerde zich niks meer van wat er was gebeurd. Toen ze wakker werd op straat, liep ze daarom ook gewoon rustig naar huis. 2 dagen later ging ze naar het ziekenhuis om toch maar eens haar verwondingen te laten controleren. Ook later herinnerde deze vrouw zich niks meer, waardoor zij zelf niet iets kon beschrijven van wat er was gebeurd en hoe het is gebeurd. Nu, zoals ik al zei, vallen alle aanvallen, moorden, allemaal vrij dicht bij elkaar. Dus hier is even een kaartje om te zien hoe vreemd het is, hoe dicht het allemaal bij elkaar zit. De nummers staan voor de verschillende aanvallen. Enkele dagen later werd er in de buurt van de laatste aanval een hamer gevonden in een speeltuin. Forensische experts gingen deze onderzoeken op vingerafdrukken en of het is gebruikt op de moorden van Marcia en Amelie. Echter wisten de forensische experts natuurlijk niet echt of ze zochten naar een hamer. Ze wisten gewoon dat ze naar een stomp of
voorwerp aan het zoeken waren. Dus het zou ook een schub kunnen zijn, een moersleutel of toch wel een hamer of nog veel meer andere dingen. Hierdoor was het zoeken toch best wel lastig. En uit het onderzoek is ook niet echt veel terechtgekomen. In eind augustus 2004 onderzocht een team een bungalow waar het was ingebroken. Door een tip die ze kregen dat de dader daar zich mogelijk schuil hield. Ook hieruit bleek niet echt iets naar boven te zijn gekomen. Geen duidelijke sporen, ook niet echt iets wat in verband kan gebracht worden met de mogelijke dader of met de zaak. Na nog een tip werd een 22-jarige man aangehouden voor de moord van Amélie. Hij werd vrijgelaten en voor verder onderzoek, maar later werd hij toch weer opgepakt wegens geestelijke gezondheidstoestand. Het was nog steeds onduidelijk of hij de dader was of niet, maar hij was de laatste grootste verdachte die ze hadden tot 2006. Na deze man werden in de volgende maanden nog 4 andere mannen aangehouden, waarvan er 3 vrijkwamen op borgtocht en 1 nog vastgehouden werd en in een psychiatrische behandeling ging. Maar geen verdachten werden beschuldigd. Pas in maart 2004 werd Levi Belfield, 37-jarige man, aangehouden voor de moord op Amélie. Na meerdere verhoringen werd hij ook daadwerkelijk als de verdachte in gevangenisstraf genomen. Hij kreeg op 25 februari 2008 levenslange gevangenisstraf, waarbij hij geen verkorting kan, dus echt gewoon jaren in de gevangenis blijft zitten. De man werd ook verdacht van andere zaken, waaronder ontvoering en poging op moord. En werd later ook gelinkt met de moord op Marcia en nog vele andere moordpogingen. Of hij het nu daadwerkelijk is, kunnen we niet met zekerheid vertellen, omdat de link vrij zwak is tussen alle aanvallen, waardoor we nooit echt weten of hij het nu gedaan heeft of niet. Dit was het dan weer. Ik hoop dat jullie het een superleuke video vinden. Volgende week komt er weer een nieuwe misdaad en tel. Ik hoop dat jullie net zoveel zin hebben als ik. En dan zie ik jullie dan. Doeg!